En de kleine ondernemers die op de bermen langs de straten commerciële activiteiten ontplooien, zullen op korte termijn belasting moeten betalen. Zo starten de commissariaten het nieuwe jaar. Met deze regel trachten de commissariaten op eigen kracht financiële middelen te werven. Dat zegt districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust. En dan is het vanaf die kleine worstman, of die schaafijsman, of die barbecueman, toch? Maar dan gaan we ook naar andere activiteiten zoals nagelzaken en barbershop en schoonheid dit en tot restaurants, tot zwembad, tot bar, toch? Alles dat op de bermen is. De berm behoort de overheid toe. En als u gebruik maakt van de berm om te verdienen, dan is het meer dan redelijk en billijk dat een percentage daarvan toch naar de overheid gaat. Omdat de overheid jou de gelegenheid heeft gegeven om gebruik te maken van hun terrein om jouw commerciële activiteit te ontplooien. De maatregel is in samenwerking met de districtsraad voorbereid en zal op zijn vroegst de volgende week middels een districtsverordening van kracht zijn. Elke ondernemer zal afhankelijk van de ruimte die hij gebruikt een bepaalde percentage moeten inleveren aan de overheid. Indien dit niet geschiet, volgen er sancties, zegt Nerkust verder. Indien u dat niet doet, toch gaat dan komen de maatregelen in de districtsverordening in tel. Toch, waarbij uw activiteit niet meer gaat kunnen exploiteren. Kijk, we moeten zien in het verlengde van decentralisatie, waarbij de districten zelf moeten zorgen voor hun inkomen. Toch? Het is begonnen in Para, revolutionair in Para, met de billboards, toch, met Miranda toen. En het gaat nu steeds verder naar districten. Het is zelf ook zo dat in de districten waar de houtkapvergunningen worden gegeven, dat x-percentage gaat naar de verschillende dorpen, naar het commissariaat. Ook bij Goud gaat een bepaald bedrag naar het commissariaat, een bepaald bedrag naar de dorpen in de buurt. Dus dat zijn manieren in het decentralisatieproces om ervoor te zorgen dat gebieden toch zelfvoorzienend zijn, zelfvoorzienend worden, zodat ze dan ook kunnen meehelpen hun ontwikkeling op gang te brengen. Toch? En om de druk, de financiële druk, naar de centrale overheid te verminderen. Districtscommissaris Paramaribo Noordoost Mike Nerkust, met wie we hebben gesproken over een van de maatregelen die er genomen wordt om aan meer middelen te komen.